En een goedemiddag, mijn hondje. Goedemiddag, mijn poesje. Miauw. Ja, je bent een zo cozy. En daar zit er ook nog een. En de andere is buiten. Maar ik zeg een hele goede middag. En welkom op mijn gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag zaterdag. Het is 24 maart. En we leven om 11:45. Exact 11:45. Ik wens jullie allen een hele fijne zaterdag. En ik neem jullie straks mee met mijn GoPro-camera. Neem ik jullie mee. En ik ga een andere kant op dan dat jullie van mij gewend zijn. Het is daar een geweest marineterrein. Wat nu meer allemaal als museum dient en toeristische attracties. En nou schijnt er ook wat daar te doen te zijn. Ja, iets met meubels weet ik veel. Dus ik wil even gaan kijken hoe en wat. Is het niks, dan ben ik ook zo weer weg vanzelf. En dan doen we even een rondje stad. Want ik moet eventjes voor mijn horloge weg. Want ik weet bij hoog en belaag niet hoe ik die gelijk moet zetten naar de zomertijd. Dat laat ik dan even doen, ja. De rest gaat hier vanzelf op die klok na. En die klok na die al wat achterloopt omdat die op batterij loopt. Maar ja, die krijg ik nog steeds niet gelijk. Ik weet ook niet hoe laat die het nou heeft. En dat zeg ik, die heeft nou 10 over. Die heeft het ietsje later. Ja, die heeft... Ik weet niet of die gelijk moet krijgen, maar die gewichten. Ja, en die heeft er nou 16 en ik heb het ook 16. Dus, komt goed. Ja, daar moet gewoon een nieuwe batterij in. Dan heb ik een goed tijdblok. Ja. Maar in ieder geval, die moet ook van de muur af. En dat laat ik maandag al even doen. Voordat die gelijk loopt, is het maandag, ja. Als ik het zelf weer niet vergeet. Maar dat komt wel goed door jou. Dat ik neem jullie dus mee. En we gaan er een gezellige dag van maken met z'n allen. Woepie! Tot straks!
we zijn weer thuis, lieve vrienden. Dat, ik had ook gelijk even boodschappen gedaan. Jullie waren daar hopelijk bij. Ik ga het nou anders doen met deze vlog. Want anders wordt hij weer... Ik weet niet hoe lang. En dat wil ik jullie ook niet aandoen. Dat ik ga deze twee filmpjes van thuis, van vanochtend, tenminste het begin van de middag, en de hetgene wat ik gevlogd heb op de heenweg aan elkaar zetten. Doe ik dit stukje weer achteraan. En dan doe ik nog een vlog maken van de terugweg. Anders wordt het te lang. Maar het komt goed. Morgen, vlak voordat we weggingen, toen kreeg ik een telefoon. Dat was Karin. Ja. Dus morgen wordt er volop gevlogd. Want morgen komt Karin met Roderick en de honden. Ja, mijn arme diertjes. Die zijn dat niet gewend. Nee, vooral de poezenbeestjes niet. Dus ik denk dat die allemaal naar boven schieten. En als mijn hondje het niet handelen kan, dan krijgt hij zijn kap om en dan kan die ook naar boven. Simpel zat. Want ja, anders wordt het te gauw als bingbang. Maar... we zijn er met volwassen mensen erbij, dus dat komt wel goed. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, doe niet erin. Zo dan. Gaat het goed, meisje? Zo. Hé. Meisje toch. Hé je. Wat zat er dan bij jou? Hé, hey. Wijf toch. Maar in ieder geval, ik zal de boodschappen nog even verder opruimen. Ik heb ook een taart gekocht vanmorgen. Ja, een hele lekkere taart, een slagroomtaart. Ja, hoe worden we dik? Nou, dat mag wel eens een keertje toch. En daar houden we van over. En aangezien dat mijn huishoudelijke hulp hier ook alweer even meer dan een jaar is. En dan zouden we ook vieren, dus ook die kinderen maandag dan een gebakje krijgen. Ja, dus dat komt wel goed. En ik heb voor, hoe heet die ook alweer? Het is een Belgische jongen. Begint met een lange F, Francis of zoiets, weet ik veel. Die heeft een spiegel besteld bij mij, met zwart en wit. Oké. Ik moet bling bling spullen nog zoeken, maar je kaars heb ik al. Ja, de kaars heb ik al. Dus hij is zwart marmer, laat me zeggen. Dus ja, ik vond het wel stoer bij jou. Dus die hebben we al. Nou, de rest nog. Maar ja, dat moet ik nog zoeken. Ik moet... ik dacht aan witte parels en zwarte parels of zoiets. Ik weet het nog niet. Ik moet het nog bedenken. Ook heb ik gisteren een leuk cadeautje gekregen. Dat zal ik u ook even laten zien. Van Chrissy. Ja. Dat is dat. Tweemaal. En tweemaal deze. Nou, toch leuk. Ja, hebben we weer wat te doen van de spiegels. En nieuwe schelpen heb ik gekregen. Dus ik heb schelpen genoeg. Ja, ga ik mijn eigen spiegel die ik in de wc heb hangen, ga ik ook doen. Want die wil ik aqua hebben, maar die moet ik eerst de rand van blauw hebben. En dan ga ik er schelpjes er wat onderop plakken. Ik moet daar nog wat voorzien en ik heb ook nog meerdere dingen ervoor nodig. Maar ja, dat komt wel goed. Ja, ga ik even desnoods even iemand vragen of die dat voor mij erop wilt schilderen. Want ik kan een hoop, maar dat kan ik niet. Nee, dat is een kunstenaar apart. Dus, maar oké. Ja, ik heb de hele week nog lekker niks gedaan. Ik heb er op momenteel nog geen zin in. Ik moet eerst... andere bezigheden heb ik momenteel wat meer prioriteit heb dan spiegels maken voor een ander.
En ik zou enorm waarderen dat ik ze kan verkopen. Ja, dus kom op, ga naar Facebook, zoek contact met mij. Daar is ook een groep, dat heet Welkom op mijn spiegelparadijs, / en dan in het Engels erachteraan. Ja. Dus zoek me op Facebook en kijk naar wat ik gemaakt heb. Je ziet daar de foto's staan, ik verkoop ze ook daar. Wil je er eentje hebben, zo eens zoals ik daar op Facebook heb staan in de groep. Kijk uiteraard namaken, zoals jij dat wilt. Of ja, met jouw smaak, het moet bij jouw interieur passen. Dus het komt allemaal goed. Ik zeg nou, voor later, smakelijk eten. En dan een hele fijne avond geweest. En voor weer veel later, welterusten, lekker slapen, mooie dromen. Gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!